Twee voertuigen zijn hier aan het racen, een motor en een zo. Oké, we gaan tegen het verkeer en over de snelweg. In eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSP Rival Amor. En vandaag ga ik kapot met Wim, met de Camar, Koninklijke Marge C, op de motor. Ik had dat via mijn Discord gevraagd aan enkelen, aan de VIP's. Nee, VIP kun je niet zomaar worden, dus vraag er maar niet naar. Die vroegen mij, of daar vroeg ik aan, willen jullie met de Jeep zien? De Mercedes G-klasse of met de motor? En jullie zij stemden voor de motor. Dus vandaag op de motor. Wim heeft zijn Camar-pakje aangetrokken. De broek is alleen iets anders, maar ik denk dat hij eigenlijk wel mooier is dan de andere motor. Dan het andere motorpakje. Niemand gaat hier racen op mijn vliegveld, vindt. Aan de kant. Dat is geloof ik ook nog een motor. Twee voertuigen zijn hier aan het racen. Een motor en een... zo. Of ze hebben ruzie. Kan ook. Ik weet niet of hij nou zijn middelvinger opsteekt. Of, ja, middelvinger. Die hebben ruzie. Motorrijder heeft geen helm. Ik pak de motor. Het rijdt door. Stoppen. Is helemaal gek geworden, stewardessje. Waarom werkt dat stop de pet niet? Trouwens, OC achtervolging, graag een eentje achter die ene gek aan. Oké, hij gaat getaced worden. Oh, die moet nog weg. LSPD! Don't make me shoot you! Knieën ben aangehouden. Veilig rijgedrag en hij crasht alweer. Mooi begin van de video. Maar in ieder geval eentje aangehouden. De ander gaat zeker zijn aangehouden door mijn collega's. En dan zie ik jullie zo meteen weer als alles een beetje rustig is. Tot zo. Goed, en dan zijn we weer. Ja, eigenlijk stelt het hele vliegveld niet zo heel veel voor. Dus we zullen niet alleen bezig zijn op het vliegveld. We gaan hier in ieder geval even de parkeerplaats snel doorheen. Kijken of hier mensen geparkeerd staan. Of ja, is hij nou zo vies of heeft hij nou echt kapotte raam? Wat is zo vies, joh? Oké, nou kan hem niks maken. Je raam moet in ieder geval in orde zijn natuurlijk voordat je de weg op gaat. Zicht is een must. Maar ja, als hij niet rijdt kan ik hem niet een bekeuring daarvoor geven. Hetzelfde als jouw voertuig, moet ik even goed zeggen. Als jij geen rijbewijs hebt, maar je zit wel in een auto en je hebt de politie heeft er niets in rijden, kunnen ze je niet een bekeuring geven voor rijden zonder rijbewijs. Op het moment dat jij een meter of een centimeter met die auto rijdt, zal dat gebeuren. Goed, ik geloof het hier allemaal wel, ja, misschien nog even boven snel kijken of ze daar niet zitten te dealen ofzo. Nee, het is allemaal vrij rustig. Kijken of er geen inbraken zijn geweest in voertuigen. Is het leeg? Ah, daar gaat een gestolen voertuig. Is er toch eentje gestolen dan? En dat is zojuist gebeurd, want ik hoorde nog het autoalarm afgaan. Hij is verongelukt. Stop voor ze dan. Je gaat er meteen vandoor. Collega, let op, ik ben er. Even rekening houden, er is natuurlijk heel veel politie op de been hier. En ik wil niet dat die gaan schieten als ik hier langs rij. Ze hebben wel allemaal wapens meteen getrokken.
Als ik hem was, zou ik niet nog een keer langs al die gewapende agenten gaan, maar goed, hij wil dat. We rijden alleen maar rondjes, elk rondje is anders. Ja, we gaan er met de... Eén collega vraagt om uw assistentie. De gewapende collega's hier rondrennen niet redden, dus we gaan ook een auto nodig hebben. Maar waarom houden jullie altijd in als ik... Kijk, nu gaan ze gas geven. Die gaan gewoon aan de kant voor mijn blauwe zwaarlichten. Oh. Goed, ze rijden te langzaam. Ja, kan niks. Ik kan wachten tot hij wil gaat verongelukken, wou ik net zeggen. En dat deed hij ook. Bespreek de politie, stop de voertuig onmiddellijk. Oké, daar ontploft iets. Oké, ik zet hem op full out aggressive. Ik ga aan de kant. De collega's gaan nu in ieder geval agressief dit voertuig aan de kant gaan proberen te zetten. Het is namelijk echt gewoon, ja, het is een gevaar hier ook op Schiphol. Hè. We gaan even uit dat dit Schiphol is. Hij is nu verongelukt. Uitstappen. De C is schoten gelost. Okay, nu kan hij verder schieten. Jongens, ik ga even er langs hoor, want hij gaat ons nu ontkomen. Hij gaat nu de andere kant op. Ondanks dat ik mijn motor ben, ben ik bij deze leidend voertuig, want het is Kamalgebied. En jullie rijden te langzaam. Hoge snelheden. Ik wil er niet bij zijn als die auto's weer in de buurt komen, want full out aggressive ziet er oprecht gewoon echt zeer agressief uit. En dan komt er alleen... Duwen we te lang. Voertuig is geslipt, gespind. Oké, nu ga je luisteren, maat. Kom op, uitstappen. Oké, we gaan tegen het
verkeer en over de snelweg. Ik weet niet wat de collega's gaan doen, maar ik ga in ieder geval gewoon met het verkeer mee. De collega's gaan ook tegen het verkeer in. Nou, dan krijg je dit dus. Ik geloof dat hij inmiddels alweer op de juiste rijbaan rijdt. De vrachtwagen denkt, ik ga daar opdraaien. Verdachte weer in zicht. Waarschijnlijk twee platte banden. Ja, voet is spint. Knalde op een paal. De paal valt om. Ik ga hem proberen uit de voertuig te tasen, sorry, maar dat wil ik gewoon eens proberen. Stoppen! Oké, dat weet ik niet. Oh, wordt nu ook natuurlijk. Uitstappen! Handen omhoog! Hoe kan ik missen? Ik ben aangehouden. You ain't never getting out of prison! Nou, waarschijnlijk wel. In Nederland kom je makkelijk weg met dit soort zooi. Een collega vraagt om assistentie. Een transportje. Of een ja, transportje en één takelwagen. Nou, zo heb je meteen al een halve video gevuld. Dat is gehoord. Transportje. Ah daar. Hoi. Takelwagen. Ah daar. Soepeltjes. Nee, nee, hallo. Daar, nee, oh. Boom. Ik heb keigoed hier. Ik ga eens in de haven kijken. Dat is ook Kamal gebied. Nope. Ja, die slingert. En dat zag ik. Dus die krijgt een stopteken van me. Hoi. Oké. Okay. Ondertussen checken we meteen even het kenteken snel. Voordat ik iets doe. Dadelijk is die vuurwapen maar gevaarlijk ofzo. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. Oké. Okay. 7, 3, 6. Dat is deze. Hij wordt namelijk gezocht. Maar uitstappen en handen omhoog doen. Handen. Gericht op de deur geschoten. Dat scheelt mij wat. Ja, ik ga niet op die brug schieten. Ik wil ook niet meteen op hem schieten. Ik wil even duidelijk maken dat er niet met mij te fucken valt. Ik ben aangehouden. Je wordt nog gezocht. Als jij de eigenaar bent. Links. Shoot. Ik geloof het wel. Goed, het gaat een transportje. Een collega vraagt om ik ga je fouilleren. Heb je dingen bij die je bij mag hebben? Ik ga ze vinden. 12.05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Andere been. Oké, hij mag veel wapens dragen. Die heeft hij nu bij. Daar heeft hij een vergunning voor. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, daar gaan we zo kijken. Transportje. Ah ja, niet aangevraagd. Komt transportje. Volgens mij gaan we meteen door naar een persoon met een mes. Zou hier aan de hoek zich bevinden. Persoon overgedragen aan mijn collega en het voertuig laten we daar staan. Staat hij goed, vind ik. Oh ja, en hij... rijden door invloed. Ik heb hem niet laten blazen, mogen ze op je hoofd doen. Hier in dit gebied zou een persoon een man met een mes lopen. Hier zo. Zij persoon in zicht. Hoi, verstaan blijven. Stoppen!
Mes laten vallen, heel goed. Op je knieën, je bent aangehouden. Dan is de taser op je gericht. En ik gebruik hem graag. Opstaan, hand op je rug. Goed. Geen rare dingen doen. OC, situatierapport, alles onder controle, één persoon aangehouden. Gaan fouilleren. Heb je veel dingen bij die je bij mag hebben? Wapens, drugs. Een rechterbeen. Een linkerbeen. Een mes nog, een ander mes. Pocket knife. Hij mag ook vuurwapens dragen. Daar gaan we misschien een verandering in brengen als je daarmee op straat loopt. Eenmaal transport je deze kant op. Nou, die gaan we niet aannemen. Een poging tot moord, want dat wordt gewoon op dat moment gepleegd. En alleen niet zo handig om dat op de motor te gaan moeten doen. We gaan weer eens terug naar het vliegveld. Even kijken of daar nog wat gebeurt. We zitten nu een beetje... Ja, officieel is het denk ik wel Kamalgebied. We gaan nog even op het vliegveld kijken. De persoon is in ieder geval overgedragen aan mijn collega. Oh, what the fuck? Oké, ik wou gewoon een scherpe bok maken. Ja, we zijn om de hoek van een heterdaad diefstal. En daar gaan we natuurlijk niet weigeren. Ja, oké, dankjewel. Oké, even wat vast. Hij heeft de vuurwapen vast. Wapen laten vallen. Handen omhoog. Oké, heel goed. Op knieën. Zo blijven zitten. Handen op je hoofd houden. Wapen weg. Oh, ik heb nog steeds die taser vast, joh. Ik ben aangehouden. Geen rare dingen doen. You ain't never getting out of prison. Ik ben aangehouden diefstal. Verboden wapenbezit. Stel nou dat hij wel een vergunning ervoor. Dan is er dus nog geen reden om hem op straat te kunnen gebruiken voor een overval. Nee, dat heeft hij ook niet. Hij heeft ook MDMA met vetamine. Nee, dat is niet MDMA. Wat is met vetamine nou? Gewoon mad. Wauw. Logisch joh. Crystal mad. Ah ja, van Breaking Bad. Ja, hey, je bent aangehouden. En ga naar het bureau. En ik ga die, heb je die tas trouwens bij? Ik denk het wel. Ik ga even die tas terugbrengen. Transportje is hier. Stop de pet. Dat is eigenlijk best wel leuk. Maar aan de andere kant, ze werken sowieso 100% mee geloof ik. Dus ze kunnen geloof ik niet meer weigeren om mee te... Ja, ze kunnen wel weigeren. Maar ik denk niet meer dat als je ze eenmaal hebt gearresteerd, als het ware op hun knieën hebt laten zitten, dat ze dan nog opstaan en misschien verzetten. Hallo. Alsjeblieft. Zo, die is blij met zijn tas. Moet je zwaar vol zin zitten. Inkomend verkeer gecontroleerd wat hier het vliegveld nadert. Wil natuurlijk wel een beetje in de gaten houden wat hier allemaal naar binnen rijdt. Ik ga het volgende kenteken voor in aantrekken. 2-0 Quebec Tango Victor 8-1-2. Rijden ingevorderd rijbewijs. Zullen we even hier aan de kant zetten. Ja, er zullen vast ook ANPR camera's hangen voor het... voor de ingangen van het vliegveld. Heb ik hier wel een stopteken? Nee. Ik steeds K aanzetten, maar ik heb helemaal geen stopteken. Hallo. Hey. Waarom rijdt hij op een... Nee, dat kan ik niet doen. U rijdt op een ingevorderd rijbewijs geloof ik. Heeft u een identiteitskaart voor mij? Dat gaat u nodig. Of dat gaat u geven, want
Oh nee, suspended stond er toch? Dit is expired. Oké. Okay. Nou, heeft hij een rijbewijs dan? Nou, dat zal dan wel. De reden van het bezoek kan ik niet vragen. U mag in ieder geval niet verder rijden. Driving on expired license moet ik vinden. Die staat er natuurlijk wel niet bij. Ah jawel, hier. Oh. Die gaan we selecteren. Goed. En dan mogen we ondertussen ook even uitstappen. Hij mag namelijk niet verder rijden. Dus voertuig moet hier blijven staan. All units respond. Code 99 emergency. We have an officer requiring assistance in Chumash. Er is een noodknop ingedrukt. En dat zal toch niet weer diezelfde melding zijn, hè? Ah, weer daar. Ja, die ga ik niet meer. Ik heb hem aangenomen, maar ik ga hem cancelen. Het klonk in ieder geval spectaculair. Oh dear. Maar ja, dat was het niet. Ik ga hem eindigen. Ik ga hem binnenkort zeker nog een keer doen. Voor de mensen die dan weer nieuw geabonneerd zijn. Nou, het voertuig mag je niet blijven staan eigenlijk. Dus ik laat even een collega komen die hem in de parkeerplaats gaat zetten. Dat kunnen jullie twee trouwens doen. En dan gaan we door. Ja, dat gaan we wel aannemen. We gaan niet... iemand niet op mijn vliegveld dat iemand probeert iemand te vermoorden. Ik ben geloof ik te laat aan het zijn. Of waarom wordt rood? Waarom wordt rood? Attention, ah, vriend. We have a stabbing in Los Santos International Airport. Respond code 3. Mes laat te vallen. Hallo, alles in slow motion. Hey, stoppen. LSPD, don't make me shoot ya. Broertje! Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Medical aid requested in Los Santos Internet. Ben aangehouden, welke vlag er mee gaat geschoten worden. A stabbing and ambulance requested. Is helemaal logisch. Arrest, you piece of crap. Ga een transportje deze kant op. Eén persoon neer. Schiphol ambulance onderweg. Required for a suspect placed under arrest in Los Santos International. 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Mijn stromen even veiligstellen. Vraag me af hoe die gaat. Ah, daar is hier. Kijk eens. Beetje snelheid maken jongens, het ziet er niet goed uit in de zij, bloedverlies. Wat hebben jullie nou aan je pannenkoek, hé? Nou, dat zijn de brandweer natuurlijk, dat is de brandweer natuurlijk. Kom, sneller. Hij gaat dood. Stay calm, I can save you. Nou, dan moet je natuurlijk de brandweer voorstellen als het ware op Amerikaanse vliegvelden. Of in Amerika in het algemeen is dat allemaal via de brandweer gaat dat een beetje. Dus wat je ziet is dat de brandweer hier komt op het vliegveld dan. They didn't make it. Hij is overleden. Dan gaan we de begrafenis alleen ondernemer laten komen. En dan, ja, dan gaat hij daarmee mee. Ja, hey, dan ga ik jullie bedanken voor het kijken. Ik denk dat we wel een tijdje weer bezig zijn. Of ja, dat weet ik wel zeker dat we een tijdje bezig zijn. Natuurlijk met die achtervolging al. Dan, ja, ik wil natuurlijk niet de hele video bezig zijn met één achtervolging. Dus ja, ik zou zeggen, ik ga er wat moois van maken en jullie zien hem dan. Nou, jullie hebben hem gezien. Tot over 2 dagen bij een nieuwe video. Ik weet echt even niet wat het gaat zijn. Dat weet ik de laatste tijd sowieso niet. Dus ik zou zeggen, ja, je ziet het over 2 dagen wel. Doei!